Dit is Verkiezingslink, een serie interviews bij Omroep Link met lokale kandidaten voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Zuid-Holland en het waterschap de Hollandse Delta. Mijn naam is Dick Boschieter en mijn gast in dit interview is Jan-Willem Driesprong, plek 7 voor de VVD, voor de lijst voor de Hollandse, het waterschap de Hollandse Delta. Jan-Willem, welkom in de studio. We tutoyeren elkaar, hoop ik dat dat mag, wat jou betreft mag. Maar ik heb eigenlijk allereerst een vraag aan je. Stel je even voor, wat doe je, wat heb je gedaan en waarom vind je het belangrijk om op die plek 7 te staan van het waterschap voor die verkiezingen? Nou, om met dat laatste te beginnen, Dick, we kennen elkaar al enige tijd, dus we gewoon bij de voornamen noemen, dat gaan we gewoon zo doen. Zo is het. 23 jaar bestuurlijke ervaring in drie verschillende gemeenteraden, Den Helder, Dirksland en Westwoerne. En na 23 jaar toch wel voor mij de keuze om eens wat anders te gaan doen dan gemeenteraden. En met mijn ervaring op het gebied van besturen, en maar ook uit, uit mijn werkzame sfeer eigenlijk, voor twee grote multinationals mogen werken, denk ik dat ik een hele goede bijdrage kan leveren op het bestuurlijk vak, maar ook op het gebied van de techniek. Stel nu, dat is zeker te hopen natuurlijk, dat je straks dat de VVD zoveel stemmen krijgt dat die plek 7 een garantie geeft voor deelname aan het waterschapsbestuur. Wat is dan voor jou bij het waterschap een essentiële taak, de taak waarvan jij zegt, nou daar ga ik me sterk voor maken? Nou, wat voor mij echt wel, en dat, zo staat het ook op de flyer voor mij, als een paal boven water staat, is waterveiligheid. En daar vallen veel facetten onder natuurlijk, maar we weten allemaal dat de zeespiegel gaat stijgen. En ik weet dat er ook niet alleen het waterschap erover gaat, het is ook de centrale overheid en de provincie. Maar het is net zo belangrijk voor het waterschap om daar de aandacht op blijvend op te vestigen. En dat er overwogen maatregelen genomen kunnen worden en moeten worden genomen om droge voeten te houden. Ja. Je zegt ook, je begint als een paal boven water. Nou, dat is ook wel een mooie beeldspraak, want de paal moet boven water blijven, zou ik zeggen. Liefst natuurlijk inderdaad zo vooral droge voeten. Ik heb het programma van de VVD een beetje op nagekeken. En er zijn natuurlijk een heleboel dingen in die, denk ik, ook andere partijen hebben. Maar wat maakt nou die VVD in dat waterschap als de partij die zich wat onderscheidt van de andere partijen? Het is wel zoals je zegt, partijen hebben veel gemeen eigenlijk. En dat is ook maar heel belangrijk. Zeker voor om in het waterschap ook afgewogen besluiten te nemen. De VVD-boodschap is wat dat betreft wel duidelijk over op dat gebied. Als we praten over schoonwatervoorzieningen en dan praat je over de zuiverheid van het water. Oplopende problemen qua verontreiniging op het gebied van medicijnen die gedumpt worden in het water, in het watersysteem terechtkomen. Maar ook drugsafval wat in het watersysteem terechtkomt. En ja, dat is toch ook een van de issues waar de VVD zich sterk voor wil maken, dat we daar in ieder geval tegen strijden. Maar dat geldt ook eigenlijk een beetje voor een heleboel facetten. Met name ook over op het gebied van waterbeheer, dus waterbergingen eigenlijk. Mm-hmm. Waar we zomers toch wel droogte hebben en tekort aan zoet water dreigen te krijgen. En in het najaar, in de winter, wateroverlast hebben. Ook daarvoor willen wij ons sterk maken dat we daar toch in ieder geval een goed programma op los kunnen laten. Dat beheersbaar wordt en blijft. Want het gaat niet alleen nu besluiten nemen, maar het moet ook voor de lange termijn zijn. En wat ik soms proef in de laatste vergaderingen van het waterschap is dat het hier en daar toch wel een beetje ontbreekt aan de lange termijnvisie. Over lange termijnvisie gesproken, of misschien wel korte termijnvisie, dat hangt er een beetje van af. In het programma van de VVD, en dat vind ik overigens ook terug in de programma's van andere partijen, staat een passage over het wegbeheer en eigenlijk ook eventuele overdracht van de wegen aan de provincie of de gemeente. VVD zegt heel duidelijk dat ze dat geen primaire taak eigenlijk vindt voor het waterschap. Maar
Hoe ziet de VVD die overdracht? Want ja, gemeenten, provincies kunnen natuurlijk wel straks te maken krijgen met onderhoud wat niet aan de wegen van het waterschap of niet voldoende zou zijn gebeurd. Nou, hoe die staat is, weet ik op dit moment ook niet. Wat ik wel weet is dat dit issue is wat ontzettend lang al speelt. Dat speelde al toen ik in de Raad van Dirksland zat en de tijd daarvoor zelfs. Ik begrijp dat het waterschap van die wegen af wil. Het is geen primaire taak van het waterschap eigenlijk. Maar aan de andere kant moeten we ook begrip hebben van hoe de gemeentes daarin staan. En die staan op dit moment denk ik ook niet echt te trappelen om dat tot zich te nemen. Want daar zit natuurlijk wel een behoorlijk financieel plaatje aan. Ja. En dat is ook het struikelblok geweest van de afgelopen jaren eigenlijk. Het onderhoud van de wegen, de status van onderhoud en de financiële paragraaf die daarbij hoort. Ja. Maar goed, het is in ieder geval wel iets wat in de komende periode, denk je, aan de orde zal komen. Want er zal natuurlijk een keer een echt besluit over genomen moeten worden met een ingangsdatum. Ja, inderdaad. Er zal een besluit over genomen moeten worden. Wat het besluit dan zal zijn, dat is nog moeilijk te voorspellen. Maar er moet in ieder geval een eind aan komen. Want we kunnen niet nog eens een keer 20 jaar door blijven akkeren. Ander punt, wat ik bij anderen eigenlijk niet tegenkwam, maar bij de VVD wel. En ik weet dat dat op Goeree over Flakkee best tot verhitte discussie heeft geleid. Dat is de stelling geen Nationaal Park Ellen Delta. Omdat daardoor te veel beperkingen worden opgelegd bij de verschillende beleidsterreinen. Ook voor de innovatie. Kun jij nog eens kort aangeven waarom de VVD daar echt op tegen is? Sowieso de wijze waarop het tot ons gekomen is. Het eigenlijk werd het gelanceerd zonder dat we daar echt op voorbereid waren. Er waren ook nog een heleboel onduidelijkheden eigenlijk. Van wat is het voor initiatief? Wie neemt het initiatief? Wie is er verantwoordelijk voor? En er staan inderdaad een heleboel feiten in, of voorbeelden in, waar er toch behoorlijke beperkingen op naar voren gebracht worden. Ja. Voor de burger zelf, maar voor de ondernemer zeker. En ook voor de landbouw en wat er alles maar bij komt. Een belangrijk punt wat ik eigenlijk ook bij alle andere geïnterviewden voor het waterschap aan de orde heb gebracht, is de zichtbaarheid van het waterschap richting inwoners. Heeft de VVD daar ook bepaalde beelden bij hoe je die kan vergroten? Of dat leeft bij de burgers? Ik ben bang van niet. Voorbeelden die komen daar ook, wijzen daar ook naartoe dat de burger zich weinig betrokken voelt bij hetgeen wat het waterschap doet en wat het waterschap betekent. Ik heb in mijn persoonlijke programma heb ik opgenomen dat ik sowieso een schakel wil vormen tussen de burger en het waterschap. Ik vind dat als volksvertegenwoordiger, want dan ben je uiteindelijk ook in het waterschap, dat gewoon een eis is richting mijzelf. Maar niet alleen voor de burger, maar ook voor ondernemers. Af en toe heb ik stellig het gevoel dat die afstand dermate groot is en die drempel dermate hoog is. En dat moet je gewoon niet willen. Er wordt meer over de provincie gesproken, heel vaak. Omdat de provincie natuurlijk nog wel eens wat dingen tegenhoudt of bepaalt. Maar het klopt inderdaad dat er eigenlijk weinig over het waterschap wordt. En dat zou dus moeten veranderen. Niet om over het waterschap te praten, maar om over het belang van het waterschap te praten. Ja, maar ook daar waar zeg maar, dingen aan de orde zijn van gemeenschappelijke aard. Zowel voor het waterschap als voor de gemeente. Ja, dan moet je samen optrekken. Gewoon. Ja. Dat kan niet zo dat een soort verzuiling. Ja, precies. Kijk nog even naar jou voordat jij die minuut krijgt voor mij om jezelf eventjes op de kaart te zetten als kandidaat op nummer 7 van de lijst. Maar heb je nog iets waarvan je zegt, nou, dit is nou een punt, dat wil ik toch nog even kwijt? Nou ja, ik had een aantal dingetjes opgeschreven voor mezelf eigenlijk. Ja. Van dit zijn mijn aandachtspunten en er is zoveel van benoemd, maar natuurlijk wat ik al zei. Wat ik wel heel belangrijk en waar ik wel de nadruk op wil leggen, dat ik niet alleen voor Voorde aan Zee in het waterschap ga zitten, maar ook voor alle andere gemeenten. Ja. En ook niet specifiek voor de VVD, maar voor alle burgers en ondernemers in ons gebied. Ja. Dat is natuurlijk een mooie, eigenlijk zou dat al een mooie afsluiting zijn. Maar misschien toch wil je nog gebruik maken van die minuut om jezelf eventjes duidelijk op de kaart te zetten voor de verkiezingen.
Ja, nou, ik had eigenlijk bij het als een paal boven water heb ik nog drie dingen staan. Dat is veiligheid. Nou, ja. Daar hebben we het uitgebreid over gehad, denk ik zo. Beheersbaarheid en dan goede afwegingen maken, goede besluiten nemen, niet overhaast besluiten en ook een goed financieel beleid. Want tenslotte praten we hier ook over gemeenschapgeld. Nou, moet je heel voorzichtig mee omgaan en geen onnodige dingen doen. En betrouwbaarheid, dat vind ik echt van heel essentieel belang. De kiezer moet vertrouwen hebben in mij en in het waterschap. Dan zijn we aan het einde van dit interview aangeland, Jan-Willem. En wens ik jou heel veel succes.